Oké, we zagen via Google Earth een heel klein smal padje met bomen ernaast. Moet het dan dit zijn? Ah ja, hier begint het al. Ik had het alleen door de hoge varens bijna niet zien. Oké, dit pad is helemaal dicht. En dit is ook super hoog geworden. Een poos geleden kon je vanaf daar helemaal dit veld overkijken. Nu niet meer dus. Wow. Dit is wel grappig. Gaan we even verkennen, jongens. Wow, dit is super dicht geworden. Kijk dan. Oh jee, wacht. Dit is volgens mij zo dicht geworden dat je er nauwelijks meer doorheen kan. Ja, dit bedoel ik. Oh jee. Nee, dat lukt niet meer. Want het heeft net gestortregend, dus al die varens zijn super nat, zeg maar. Maar hier moest het pad dus lopen. Even voelen. Ja, die zijn kletsnat, die dingen. Dan zouden we een poging kunnen wagen om een heel klein stukje toch er doorheen te gaan. Misschien dat het pad daar weer open gaat. Kijk, de druppels vallen er al af. Even kijken. Niet dat de camera nat wordt. En je weet maar nooit of er hier beesten zitten. Want zo te zien is hier al een lichtplek. Even kijken. Nou, het is me gelukt. Jezus, dit is nog... Je kan er gewoon niet overheen kijken. Ja, als ik mijn hand helemaal omhoog doe, dan kun je er heel iets... Even kijken, zo. Kun je het zien, wow. Dit is één grote varensjungel. Dit is grappig. Even kijken. Zo, dit is echt niet normaal meer. Wow, ik had het verwacht dat het pad... Ja. Zo. Zou zijn. Maar niet dat het al helemaal gesloten was. Kijk. Hier heb je dus die jonge aanplant. En je komt tot aan de bomen kijken. Tot daarachter. Helemaal tot op de grond, zeg maar. Nu is het eigenlijk binnen 2 meter gedaan, want daar heb je het zwarte gedeelte al. Wat een beschutting. Dit is wel super mooi. Ja, het is de vraag hoe ver komen we. Als het nou niet geregend had, dan was het een heel stuk beter. Maar het heeft ze straks gestort regend. Alleen even te kijken. Dit is wel het goede pad. Dit is wel het goede pad. Alleen, hoe kan dit opeens? Er staan nu opeens van deze hele grote bomen hier. Oké, die rand die je dus daar ziet. Die was er wel, maar niet zo dicht eigenlijk. Wat is hier gebeurd? Het lijkt wel of hier nieuw is ingezaaid. Dan moet dat nieuw zijn. Dat gedeelte. Alleen hoe hebben ze van die hoge bomen hierin kunnen krijgen dat die aanslaan? Ik kan me haast niet voorstellen dat dit zeg maar 2 jaar. Dan is het... Nee, dat kan volgens mij ook nog niet. In 2 jaar tijd kan dat niet zo hard groeien. Wat is hier gebeurd? Even kijken, dit is wel heel erg interessant. Oké, dat was daar al.
Die donkere plek daar, die is natuurlijk nu veel dichter geworden. Die varenstit, wat je allemaal ziet, is er dus ook bijgekomen. Ja, nu, deze zomer dus. Dat was dus helemaal niks. Dat was gewoon net zo laag als de grond. Wow, dit is gewoon één rimboe geworden. Ik weet niet hoe hoog dit is, maar dit is helemaal zwart. Wauw. Wat is er gebeurd met de natuur? Ik heb dit zelden zo gezien, jongens, zoals dit. En dan duurt het nog ongeveer ruim een maand voordat het pas echt heel heet is in de zomer. Dan wil ik wel eens zien hoe dat er dan uitziet. Ik neem aan dat ze dat dan... Ja, dit is die rand. Maar dit was er gewoon niet. En ik heb het idee dat hier ook niet heel veel mensen doorheen gaan. Dit is natuurlijk net gebeurd door de stortregen. Het hele pad is helemaal dicht, ook daar achteraan. De boskatten. Ik weet het niet zeker, waarschijnlijk waren het twee katten. Ik weet dat hier één wilde kat rondloopt. Die loopt eigenlijk altijd, dan moet ik het wel goed zeggen, dat pad hierachter schuin omhoog helemaal. En het kan natuurlijk zijn dat hij zich hier tussendoor schuil... Wow, dit is echt niet normaal, jongens. Dan zouden we een test kunnen doen. Zal ik eventjes kijken of ik dat... Of dat gaat lukken. Ja, wacht, dat is eigenlijk heel simpel. Dit is gewoon 1,90 meter. 2 meter niet, dat is te hoog, denk ik. Ja, misschien vanaf de grond net, aan de hoogste toppen, zeg maar. Die allerhoogste toppen die je ziet, die zijn misschien net 2 meter. Wacht even. Ja, die zijn blijkbaar 2 meter. Even kijken. Ja, dit is 2 meter. Zo, dit is echt niet normaal, man. Ik sta hiervan te kijken. Zelfs normale paden zijn gewoon niet toegankelijk meer bijna. En dit is op zich ook heel dicht geworden. Oké, dit was een vierkant vak. Zo. En zo naar achter, zeg maar. En hier heb je dus die rand. Maar dit wat je dus ziet, dit hele groene gedeelte, eigenlijk overal, dat is er nu in één keer bijgekomen. Dit ziet er echt heel mooi uit. Ik weet niet wat ik ervan zeggen moet, maar dit ziet er echt fantastisch uit. Maar nu, hoe ver komen we? Want zo dadelijk krijg je hier een... Oh, dit is echt niet normaal. Kijk dit dan. Dit is aaneengesloten. Zo dicht heb ik het zelden gezien. Nu wil ik bijna zeggen, en dat ga ik ook waarschijnlijk doen ook, na die coronatijd wil ik bijna zeggen dat het bos gewoon nog veel dichter geworden is. Alles is dichter bij elkaar. Ik wist dat er varens stonden, oké, dat snap ik, maar normaal staan varens eigenlijk ongeveer zo uit elkaar. Maar dit is één gesloten jungle, allemaal tegen elkaar. En allemaal van die jonge knoppen zitten eraan. Wow, dit is gaaf. En dit is ook helemaal begroeid tot aan de boom bijna. Hieromheen was één grote open ruimte. Kijk eens naar die toppen. Even kijken, dan heb je hier ja, die jonge kastanje had je dan hier. Nou, die ziet er op zich nog wel hetzelfde uit. Ja, is natuurlijk ook iets groter geworden, zeg maar. En dan moet je hier aan de rechterkant moet je die open plek hebben. Die in de wintermaanden echt gewoon nou gigantisch is. En dat is dus dit hier. En ook... Oh, wacht. Hier staan... Hey, kijk, nu hebben we het op beeld. Hier staan dus lage varens. En hoge varens door elkaar. Dan zit ik... Ah, dit is die boom. Dit is die boom, zeg maar, die ik bedoelde. Dan zit ik alleen heel eventjes te kijken. Dat kan natuurlijk zijn door deze grote joekels. Dat hier niet heel veel licht bij komt. Het valt mee eigenlijk. Maar dan zit ik eigenlijk te kijken hoe dat nou eigenlijk kan. Waarom hier dit stuk
eigenlijk gewoon normaal is. Het is normaal, ik denk wel iets hoger, zoiets. Maar dat hele stuk eigenlijk gewoon echt gigantisch hoog is geworden. Oh, hier sta ik echt van te kijken. Ik heb het idee dat er steeds meer varens bij komen, maar wat is er over 3 jaar als dit zo is? Dan zou je haast moeten zeggen dat die varens het allemaal doen verstikken, zeg maar. Ja, hier verwacht ik nog niemand. Dan moeten wij het rijk heen. Ja, wij gaan niet meer terug, zeg maar. Wij gaan er dus schuin omheen lopen en dan gaan we kijken of we via... Nee, dat kan niet, daar loopt geen pad voor. Ja, over het veld loopt er een pad. Dan doen we dat maar. En kijk dan, na die regenbuien zijn deze stukken eigenlijk allemaal erbij gekomen. En dit is dat verse, zeg maar. En dit is gewoon de harde tak, zeg maar. En ook hier beneden. Allemaal jong spul wat hier staat. En zelfs aan de stam. Van die jonge dingetjes eigenlijk allemaal. Aan dit bos. Dit is weer helemaal aangetast, kijk maar. Oké dan. Het was ook al zo. Ja, dan heb je deze twee. Die hier staan. En dan moet je hier zo dadelijk aan het eind van het pad, waar die paden samenkomen, moet je een soort van diepe bomkrater hebben zitten. Dit ziet er ook nog hetzelfde uit ongeveer. Wow, je herkent het gewoon niet meer terug. Dit is eigenlijk altijd wel een open plek geweest hier. En hier groeien eigenlijk helemaal geen varens omheen. Dit ziet er heel gaaf uit, jongens. Oh, ik was eventjes de planning van ik blijf gewoon thuis vandaag. Ik denk, na die regen, en toen begon de zon een beetje te schijnen. Ik denk, dan ga ik toch nog heel even inkopen doen, zeg maar. En nu zijn we opeens weer hier. Wauw. Dus toch wel blij dat ik er toch nog even uitgegaan ben. Ik heb heel veel video's op deze kaart zitten van de camera. En omdat de kaart, of de harde schijf van de computer, die was weer rood, zeg maar. Dus als ik deze video's erop doe, dat kan hij waarschijnlijk blijkbaar niet wegschrijven. Dus ik zit heel even te kijken wat ik nou ga doen. Waarschijnlijk het aankomende weekend heel veel video's op het kanaal zetten. Kijk, hier is het gewoon, ja, dit bos ken ik. Zo is het eigenlijk hier overal, zeg maar, in de winter. Ja, dan, dat groene is dan weg, zeg maar. Maar in de winter ziet het er zo uit. En die varens moet je dan wegdenken, zeg maar. Zo, wat is dat een enorm donker stuk geworden. Wauw, ik moet het daar op me laten inwerken. En aan de andere kant, die andere stuk had ik ook al gelopen. En dat pad loopt naar beneden, zeg maar. En dat was ook op die hoge gedeeltes. Waren allemaal varens. Nou, dat was gewoon echt gewoon zo hoog. Helemaal gesloten, zeg maar. Was echt super gaaf om te zien. Kijk deze dikke bomen hier. Dat zijn echt oude. Alleen even kijken of ik zo dadelijk die bomkratertje nog kan vinden. Het lijkt me ook wel mooi om dat eventjes op beeld nog te kunnen vastleggen. Wow, geweldig. En na die regen, best wel lekkere frisse zuurstof in het bos nu. Even kijken. Kijk dit tapijt dan hier. Ja, wacht, zoals dit ziet het er eigenlijk altijd wel uit. Nou, aan die kant is het wel super hoog. Alles overwoekerd met nadruk extreem veel varens. Wow, wat is dit mooi om te zien. Even kijken, dan moet hier ergens die bomkrater zijn. Nog even een stukje verder lopen. Waar is de bomkrater, jongens? Die moet te zien zijn. Moet die daar in die hoek ergens zijn? Oh, wacht, achter dit ding. Dus nog iets verder lopen. Huh? Wat is dit? Ik wist niet dat dit zo ver naar achter nog liep. Dit moet bij een pad komen. Hier loopt een pad. En die grenst aan dit pad, zeg maar.
Oh, kijk, ik zie het pad al. Dus er moet hier de boomkrater ergens zijn. Ik zie die hele boomkrater niet meer. Wat is dit? Zou het dan nog iets verder lopen zijn? Oh, wacht. Is dit hem dan? Oké, jongens, ik kan de hele boomkrater niet meer detecteren. In de wintermaanden kon je hem altijd zien liggen. Waar twee paden bij elkaar kwamen. Dat is dus hier. Zou het dan nog verder zijn? Ja, zo loop je dat lange stuk zo door. Maar nou duurde het een hele poos. Wat is dit? Normaal moest hier een pad lopen. Wat is dit? Oh, ik herken het hele bos niet meer. Is hij dan helemaal hier? Dan mis ik hier ook van alles hier, dit. Dan is dit ook uitgedund. Waar is die boomkrater, jongens? Oké. Dan is dat dan de eerste keer dat ik gewoon langs een boomkrater loop en hem niet gezien heb. Of... Nee, het is nog veel verder. Hier is pas het pad. Dan is daar de boomkrater. Dat kan haast niet anders. Ik zie hem, daar loopt het pad. Ik wist niet dat dit zo ver was. Dat meen je niet. Oh, wacht, is die dan? Ja, hier is die. Wauw. Ik dacht al, dat ding kan niet weg zijn, jongens. Kijk, we hebben hem gevonden. Ja, je ziet hem op beeld zien hem eigenlijk helemaal niet. Hij loopt dus. Wow, op beeld zie je echt helemaal niks hoe die eruit ziet. En nu pas denk ik, zou het geen boomkrater zijn. Maar het is wel heel vreemd dat dit recht loopt. Oh, wacht, kijk, hier zie je het. Hier gaat het schuin naar beneden. En dan is hem eigenlijk, dit is hem helemaal. Wacht even, zit ik goed? Nee, hij loopt tot die boom, loopt hij hier zo. Helemaal. Nou, pas kun je hem goed zien. Dan loopt hij zo, hier zo. Tot hier. Ja, bijna hier vooraan, dus ongeveer 2 meter, zeg maar. Wow. Dit is wel vreemd. In de winter ziet hij eruit als een... Het lijkt op een boomkrater. En nou zou ik echt zeggen van het is geen boomkrater, maar... Waarom opeens zo naar beneden daar? Het kan natuurlijk ook door het weer helemaal anders gegaan zijn. Ja, dat is hier, precies in die hoek. En dan loopt het daar af. En dan heb je hier dan die kruising in het bos. Ja, dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Dat kan haast niet anders. Anders is hier geen pad meer. Tenminste niet vanaf de weg gezien. Kijk, hier is die heel duidelijk te zien. Daar stonden wij zo straks. Voor jullie daar dus. Ik weet het niet, ik betwijfel het. Nee, dit is volgens mij gewoon geen boomkrater. Maar het is heel raar, in de wintermaanden ziet hij er meer ronder uit. Heel raar is dat. Kan natuurlijk ook zijn door de bladeren die erin liggen. Ik hoop dat die camera dat een beetje pakt. Nee, ja, met je ogen zien het wel. Maar wel heel vreemd. Kijk, dan kun je het goed zien. Nee, de camera die vangt het niet in. Die pakt het heel slecht. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n slechte video kunnen maken van een boomkrater. Maar goed. Een aantal jaren geleden was ik hier ook. En toen zag hij er anders uit. Ik weet niet wat daarmee gebeurd is. Maar het kan natuurlijk ook zijn, want hier zo vaak stortregent, dat ding gewoon aan de ene kant een beetje half inzakt of weet ik veel wat. Of dat ze er hebben lopen graven, dat lijkt me sterk. Want dan had je dat moeten zien. Oh.
Het is wel weer een mooie boswandeling die we kunnen maken. En zo dadelijk komen we ook nog bij een heel mooi stuk uit. Oh, nou die regen ziet er heel anders uit. Het heeft allemaal meer een donkerdere kleur gekregen. Kijk, en ook dit, aangetast, die doet het niet meer. En deze al helemaal niet, kijk maar. En zelfs de hele bas is eraf. Hier zit nog een bast aan. En daar is de hele bast eraf, zeg maar, tot bijna bovenaan. Kijk maar, je ziet daar die scheiding, zeg maar. Daar zit nog wat. En nogmaals, in Duitsland zijn de hele bossen van kilometers bij kilometers aaneengesloten. Die zijn allemaal dood. Die moeten ze er allemaal uittrekken, die bomen. Dit blijft nog gewoon staan. Dit ook, want er zit blad aan. Maar er zit echt een bepaald type boom tussen. Dat wordt gewoon letterlijk helemaal aangeknaagd. Nou, vul het maar in waar het door komt. Hè. Door een beestje of door het klimaat. Of dat het te warmer wordt. Of te koude winters en dan weer te warm. Geen idee. Ik zeg maar zo, laat de natuur een beetje de natuur. Maar ja, als die bomen het hele bos blijkbaar aan gaan tasten. Omdat dat beest erin zit. Ja, dan moet je op een gegeven moment moet je wel een keuze maken. Met nadruk op helaas. Jawel. Wow. Wow. Maar ja, gelukkig ziet het er hier niet zo uit als in Duitsland. Want dan is echt deze wand die je ziet, is gewoon één grote kale vlakte. Net als dit pad. Kijk, dat blijft wel gewoon staan, zeg maar. Maar dat zijn hele andere type bomen. Kijk maar. Daar doet dat beest blijkbaar niks tegen. Laatst heb ik zo'n reportage gezien op de tv of zoiets dergelijks. En dat was maar een heel klein zwart beestje is dat. Wat gewoon letterlijk onder de bas zit. Het stelt eigenlijk niks voor. Maar ja, had ze van die gangengraven, zeg maar. En ze zijn met meerdere. Ja, wow. Dan schiet het ook niet op. Het is één drassige zooi hier. Je ziet hoe het water gespoeld heeft. Oh, hier zak je helemaal weg. Kijk, hier is het bos nog behoorlijk dicht. Wat is dit nou weer wat hier staat? Dorens. Er staat hier echt van alles door elkaar heen. Kijk, hier op dit veld. Ziet het er zo uit. Hier zijn de varens weer de helft lager. Hier kun je gewoon helemaal overheen kijken, zeg maar. Maar ook weer bomen die dood zijn. En dat zijn er, hoeveel zijn het er bij elkaar? Ik tel er 2. Nou, 3 dan eigenlijk. Want dat slaat nog gewoon aan, zeg maar. Oké dan. Ah, wacht, dan kunnen we zo dadelijk bij het korenveld gaan kijken. Of er nog van die korenbloemen staan. Of het graanveld, dat bedoel ik.
Oh ja, kijk, daar heb je die ronde weer, zeg maar. En wat is dit? Dit lijken wat brandnetels kunnen niet zo hoog zijn. Ja, dan heb je die bocht hier. En dan moet je daar een pad naar rechts hebben. En wij moeten dan hoogstwaarschijnlijk rechtdoor lopen. Maar, nu zit ik te denken, we zouden ook dat pad rechts kunnen nemen, maar dan slaan we het korenveld over. Ah, ja, wat gaan we doen? Dat is weer eventjes een keuze die we moeten maken, jongens. Ik wil het eigenlijk allebei doen, wauw. Ik wist niet dat dat nog zulke ende lopen waren. Dan moet daar het pad zijn. In die bocht, ja, dit is het. Het is nog een eind verder, jongens. Wat is dit? Ik ben de hele tijd verder aan het lopen. Normaal loop je hier snel doorheen, maar er is blijkbaar zoveel te zien dat ik niet hard genoeg loop of zo. Vroeger moest hier ook nog een heel klein padje zijn, die nu natuurlijk helemaal dicht is, die je waarschijnlijk ook helemaal niet meer kan zien, zeg maar. Het is trouwens wel een heel groot breekpad. Het zal wel van die ruiterpaden zijn hier. Even kijken, wat is dit? Ik zie hier al wat. Ja, ik denk dat dit het is geweest. Ja, kijk maar, dat is helemaal dichtgegroeid. Helemaal gesloten, net in die bocht was dat. Ja, dat was hier. Oké. Ook niet meer toegankelijk. Dan snap ik niet, want via die andere kant loopt er wel een pad in. Dan stopt die op de helft. Zal ik eens kijken, zal ik eens andere keer eens even doen. Daar heb ik nou geen tijd meer voor, helaas. Nee, dat meen je niet. Het loopt nog verder. Wow, elke keer denk ik dat we er zijn en dan moeten we nog een stuk verder lopen. Wat is dit? Is dat hier dat... Oh, wacht, hier is het pad al. Dit gaat omhoog. En dit gaat zo dadelijk weer naar beneden toe. Kijk maar. Ik alleen eventjes te kijken hoe dat pad eruit ziet nu. Wat ligt daar nou weer? Het pad is versperd. En dit loopt omhoog. En waarschijnlijk... Dat is ook versperd, kijk dan. Oké, dan gaan we maar hierin. We zouden hierin kunnen gaan, maar... Nee, wij lopen toch dit stuk. Dit lijkt me mooier. Dan moet ik alleen even kijken hoe we dat dan doen met dat veld. Dat doe ik waarschijnlijk andere keer in de week, pak ik dat veld even. Wow, over een donker bos gesproken. Het ziet er echt geweldig uit. Kijk dan. Helemaal dicht gesloten.
Dan moet daar dat dal beginnen. Maar ik zie daar ook bomen over het pad liggen. Wat is dit? Of het is gezichtsbedrog, maar dat lijkt me sterk. Ze liggen volgens mij gewoon over het pad heen. Oh, jongens. Ja, hij ligt over het pad heen. Waarom halen ze dat niet weg? Oké, dan is hier een andere ingang om eromheen te lopen, zeg maar. Of ik ga er gewoon overheen, zeg maar. Dan moet ik even kijken wat ik ga doen. Ja, we zouden er net zo goed met gemak overheen kunnen. Oh, wacht, hij is glad. Nee, dat doen we niet. Oh ja, ik glij al weg. Als hier mist hangt in de ochtend, dan ziet dat er spectaculair uit. Ik alleen eventjes te kijken. Er klopt hier iets niet. Oh, wacht, dat zijn er twee hele grote. We zijn een verkeerd pad ingeslagen, zie ik nu. We hadden een brede pad moeten hebben. Of het is daarachter pas. Wat is dit? Dit is nooit zo... Wat is dit, jongens? Oh, als je een tijd niet meer geweest bent, is alles helemaal totaal veranderd. Deze grote bochten zaten er volgens mij ook niet in. Dat was één... Wat is dit nou weer? Oké. Als dit zo hoog is, dan zit ik gewoon letterlijk een pad verkeerd. Of het moet... Nee, dat dal is er niet meer. Dus we hebben gewoon een verkeerd pad gepakt. Dus dat betekent dat het veld hierachter moet zijn. En je ziet het al, het is zo dicht, het veld zie je helemaal niet meer. Wat is hier gebeurd? Kijk dan, al die aanslag. Al dat mos wat eraan zit. Het is helemaal overgroeid met mos. Oh, hier. Bij die boom. Ja, dan is dit het gesloten pad. Ik denk dat er kloppen heel veel dingen niet. Waar blijft dat dal, weet je? Want je moest door zo'n dal heen, zeg maar. En had je twee van die putten. We zitten dus gewoon één pad verkeerd, zeg maar. Dat pad is waarschijnlijk... Ja, dat moet dan daar zijn, aan die kant. Oké, nou snap ik het. Dan snap ik alleen niet wat we zo straks verkeerd hebben gedaan... Dus dan moet er één pad dichtgegooid zijn. Via die kant dan. Want dat pad moet via die kant dichtgegooid zijn. Dat kan haast niet anders. Het is wel een mooi stuk om te lopen. Heel veel omgevallen bomen hier op het pad. Dan moet daar een pad lopen bij die twee bomen daar. Daar moet het pad zijn.
Dan moeten ze dat hier dichtgegooid hebben. Even kijken. Het loopt iets omhoog. Dit moeten ze dichtgegooid hebben. Even checken. Ah, kijk. Hier heb je het pad al. Ik zie het nu. Ze hebben die hele stapel hout weggehaald. Dit loopt naar boven helemaal. Kijk maar. En dan is dit die afscheiding. Ja, hier lag vroeger een hele stapel met hout. Dit was er niet. Hier lag een hele stapel met hout voor. En dat was versperd, zeg maar. Dus het kan natuurlijk zijn dat ze dit weer als toegankelijk pad gaan. Ja, kijk maar. Je ziet het hier heel duidelijk. Maar ja, het is nog allemaal met groen dicht. Als het groen er nog niet geweest was, was het gewoon één grote open pad geweest, zeg maar. Oké dan. Gaaf. Nou, dat weten we dan ook weer. Ik vind het heel vreemd dat er overal nu al van die soort van herfstkleuren te zien zijn. Vaag. Kijk, hier ook. Terwijl het volop zomer is. Heel vaag. Dus een keertje met de nachtkijker gestaan toen daar een parkeerplaats was. Die hebben ze nu opgeheven. En toen hebben we een uil in een boom gezien. Dat was wel grappig. Een nachtuil. Die staan ervan is een heel stuk hoger. Oh, kijk dit. Ik had eerst gedacht dat dit ook allemaal dood was gegaan. Maar hier is dus eigenlijk niets mee aan de hand. Ja, dat gaat. Maar deze zit nog volop. Kijk maar. Aan het blad wil ik bijna zeggen. Aan die naalden, zeg maar. Ik hoop dat ik dat een beetje op camera kan krijgen. Normaal gezien kon je vanaf hier zo de straat zien. Daar loopt een weg langs, zeg maar, daar beneden. Dan kon je eigenlijk zo opkijken. Oh, de oriëntatie in het bos, ook al weet je waar je loopt eigenlijk, wordt steeds moeilijker. Dat is eigenlijk wel mooi. Oh. Schrijf even onder de video wat jullie van die superhoge varens vinden. Ik vind het wel mooi eigenlijk, hoe dat eruit ziet. Je ziet het, dit is nog van de stortregen. Er zitten nog druppels aan. Ah, kijk. Hier moet nog een beetje de zon op schijnen. En dan komt het wel goed. Dan moet hier het tweede pad zijn. Dat kan wel zijn. Ah, kijk. Dat hebben we dus verkeerd gelopen. Deze bedoelde ik. Dan heb je hier aan de rechterkant heb je een boomstronk zitten. Die is helemaal verteerd, zeg maar. Deze. Kijk, en hier moesten we uitkomen. Maar ja, je ziet het. Het is nu zo verteerd. Dat is helemaal weg. Deze boom kenden we nog toen het gewoon een boom was. En die was toen omgevallen. En wij dachten steeds, we komen vanaf daar hierheen. Maar het is dus een pad, daarachter hebben we gelopen. Kijk, en daarachter heb je dus dat dal, zeg maar. Nu in het midden van het beeld, beneden op het pad. Maar je ziet het, we lopen weer iets uit koers. We waren dus pal hierachter. En ook hier heel duidelijk te zien, een blad wat verkleurd is. Kan natuurlijk ook zijn door de droogte.
Tenminste, dat moet haast wel. Dan zit ik alleen eventjes te kijken waar die uilenboom nou is. Die moeten ze dadelijk ook aankomen. Daar had je vroeger een parkeerplaats. Daar dus. In het bos. En dan keek ik met de nachtkijker. Ah, ik zie hem al hier. Bij die uilenboom. Hier heb ik dus die uil in zien zitten, zeg maar. Dat was dit ding. Er moet zo'n knoest zitten. Eventjes kijken. Moet die ergens op die hoogte zitten, die knoest. Ja, daar is die al. Kijk. En die uil die zat toen hier ergens, want ik keek via die kant, zeg maar, met de nachtkijker. En toen zag ik hem hier zo zitten, dus dat is dit stuk geweest. Heel mooi dat die boom er nog is. Kijk, en nu zie je pas dat het hier van, wat zou ik zeggen, rond de, nee, 20, 30, 40, nee, we gaan even 30, om de 30 meter, loopt het helemaal naar boven tot aan het hoogste punt 94 meter. Maar ja, mijn camera kan het helemaal niet pakken. Dat is veel verder. Dus ik denk 3 keer zo'n stuk. En dan kom je op 94 meter hoogte uit. Zo, van een verschil. Het lijkt wel, jongens, welkom in de wintermaanden wil ik bijna zeggen. Dit lijkt net winter nou. Oh. Dat verschil opeens. Nou jongens, ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Ik ga hem hier weer mee beëindigen. En ik laat jullie toch nog heel eventjes zien waar die parkeerplaats is geweest. Want dat is dus hier, bij deze bomen. Hier stonden vroeger eigenlijk allemaal auto's. Je kan het nog een beetje zien. Hier zo. Is het gedeelte geweest. Er gebeurde eigenlijk altijd wat hier. Wow. Als je hier in de prullenbak 's avonds 2 flessen vodka Gorbatsjov vond van 40%, dan was het normaal, weet je. Oh, dat was allemaal op deze parkeerplaats was dat. Oh, inmiddels hebben ze de prullenbak, hebben ze alles weggehaald. En je ziet het heel duidelijk. Nu staat er dus een hek. Dat je er dus niet meer met de auto in kan rijden.